Het was er altijd al. Het hoort bij Nederland. Voor mij is het een palet uit de natuur die zo bijzonder is, zo vitaal is en die alles te maken heeft met onze geschiedenis. En je zegt weden en iedereen veert op en is gewoon een community. Het zijn wetenschappers, het zijn ontwerpers, het zijn mensen die bezig zijn met voedsel. We zijn natuurlijke verfstoffen kwijtgeraakt omdat we na de industriële revolutie heel veel willen produceren en vooral uniformiteit. Vroeger had elke boer onze eigen zaad en had je hele lokale rassen. En wij vinden eigenlijk het zaadgoed terug in boerenhand krijgen, zodat de boer minder afhankelijk is van de grote multinationals. Weden kom je eigenlijk niet zo vaak tegen, omdat je eigenlijk in het agrarisch landschap zie je eigenlijk voornamelijk voedergewassen die geteeld worden. Odin is een coöperatie en de Beershoeven vertegenwoordigt voor ons hoge kwaliteit en uniciteit. Wij zijn natuurlijk een landbouwbedrijf, maar we willen eigenlijk meer uitschalen dan dat. Dat je met elkaar zegt, wij gaan die beweging maken. De duurzaming van de mode zit nu alleen maar in biologisch katoen. Nou, dat vind ik echt een hele magere, het is een vernis voor mij. De kleurstoffen waar heel veel rivieren mee worden vervuild. De toxische gehalte van die verfstoffen. Ik denk als we daar, alleen al is het een print, als je daar al begint als statement, nou, dan maak je een hele grote stap. Boerenkennis, handkennis, wetenschapskennis, ontwerperskennis. Iedereen heeft hier een rol in dit proces van maken. Het zou heel mooi zijn als we dit kunnen verankeren. En dat de gesprekken straks, als we dit letterlijk op de markt gaan brengen, die verfstof, dat het niet gaat over wat kost dit nou eigenlijk. Dat het niet gaat over platte economie, lineaire economie, maar dat het gaat over ecologische ecologie en sociale ecologie. Daar zou het gesprek over moeten gaan. We hebben gewoon het blauwe goud straks.